zijn hier momenteel in Dubai voor het wereldkampioenschap para-atletiek. Ja, de eerste week dat we hier waren was het, ja, 37, 38 graden. Dus dan is verkoeling wel noodzakelijk. Qua temperatuur verwachten we in Tokio zelfs nog iets warmer. Het is dan goed dat je hier nu kan testen, ja, wat dat gaat geven. In het begin heb ik geprobeerd met gewoon water over mijn hoofd te kappen tijdens de trainingen, maar dan merkte ik toch dat dat niet voldoende was. Dus dan heb ik gebruik gemaakt van verkoelende sokjes. Moet er al water over je kop of gaat eerst losrijden? Water dat je over een gewone t-shirt, dat verdampt, dus dat moet je continu doen. En ja, een keer dat je twee rondjes op de piste gedaan hebt, is dat weg, dat koelingseffect. Maar door die stof die we hebben, hoef je dat eigenlijk maar één, twee keer te doen op een ganse training en dat blijft fris. Eigenlijk krijgen we de kans om gelijk welk stuk van het lichaam in een soort stof van kledij te maken die datzelfde koelende effect heeft. Dus we zijn nu volop aan het testen van wat is het meest efficiënt, waar kunnen we Joyce best koelen. Is dat op haar schouders, is dat op haar armen, op haar voeten? Moet je jezelf voelen aan je voeten, Joyce? Ja, en voelt nu aan je hoofd. Ziet dat belangrijk is. J'ai plus de thermorégulation, je ne transpire plus du tout. Et dès qu'il fait chaud, ben j'ai ma température qui monte à 40 degrés. Et donc je pourrais bien à l'extrême, je pourrais très bien mourir. We hebben in testen gemerkt dat zelfs gewoon na de opwarming, als we niet koelden, dat ik aan 39,8 qua lichaamstemperatuur zat. En met de koelkledij viel dat echt binnen de perken, dan bleef het net onder de 38. Dus ja, dat is een enorm verschil. Dat is zeker het verschil van een medaille of geen medaille. Ja, schitterend, hè? Schitterend. Een heel jaar heeft Tony gedomineerd. Heel moeilijk jaar gehad. Ja, en dan toch nog goud halen op 200. Ja, echt schitterend. We hebben heel veel geëxperimenteerd naar de warmte toe. We hebben ook koelkledij. Die werkt enorm efficiënt. En in Tokio gaat dat het verschil gewoon maken, denk ik. Representing Belgium, Peter Kinnen. Woo!